Dit zijn de vluchters. We hebben 6 renners in de aanval. Ze waren eerst met 4 en er kwamen er 2 naartoe gereden. Dat maakt een 6-tal in de spits van de wedstrijd. Yevgeny Gidich van Astana, een Kazak. Dan heb je Lascano, Oyer Lascano van Movistar. Nicolas Zukowski, dat is een Canadees van Q36.5. We hebben Bart van Hoof van Team Vlaanders, Paul Waze. En de 2 die er naartoe reden zijn Leon Heinschke van Team DSM en Alexander Christophe hier dus van Uno X met rug nummer 201. Even de weg afzetten bij Trek Segafredo. Ze hebben wel niemand. Ah kijk, dat wordt daar ondersteund. Ze hebben wel niemand mee in de vlucht, maar ze willen wel tonen. Wij gaan hiermee die koers bepalen. Ja, dat is inderdaad. Dat is eigenlijk eerder de boel een beetje kalmeren als die al nerveus zou zijn. Of intimideren. Intimideren doe je daar niet. Hè. Dat moet je op een andere manier doen, in mijn ogen. Dus ik bedoel, dat peloton, die kennen elkaar wel. Mocht je nu bij de amateurs rijden, zou ik zeggen, ja, dat is intimideren. Ze rijden zo traag vooraan dat ze hier stilstaan. En dit is stilstaan, ja. Kijk, er is de Bond die denkt, ik ga een paar plekjes winnen. Even door de modder. Maar kijk, ze hebben de weg afgezet en ze denken, boven gaan we koers maken. Ja, boven gaan we koers maken richting de volgende beklimming. Hè. Richting de volgende beklimming, de korte keer. Richting Markedal. Korte keer op 85 kilometer van de aankomst. Straks komen we nog eens terug naar de Trieu. Of zou daar een klein beetje wind staan ergens? Want er is wel een klein beetje wind buiten. Ja, als je de vlaggen ziet, dan is daar wel iets te doen. En het is direct alle hens aan dek in dat peloton. Hè? Phil Indien. Ja, en dat is ook wel het aanzetje geweest van Trek Segafredo. Niet op die grote baan, maar op die kleinere banen blijven koersen. Laat ons het maar eens op een lint trekken. We gaan zien wat er gebeurt. De finale is geopend, José. We zijn eraan begonnen. 90 kilometer staat daar. Steven Jung is de man in de volgwagen. Ja, peloton in 4 grote groepen gebroken. We hangen achter de 3e groep en de gang zit er ongelooflijk in. Overal waar je kijkt, renners en die groepjes die op dit eigenste moment nog extra verbrokkelen. Dus dit is eigenlijk wel oorlog. Oké, vergeef me de uitdrukking, maar er is echt wel van alles aan de gang in dat peloton. Renners die in de problemen geraken, zoals een Turgis. Dus daar zitten wel een aantal namen in de verdrukking richting korte keer. Het controleren gaat toch over in het imponeren. Ja, het is straf. Ja, het was niet controleren, nee. Het was daar gewoon rijden, duidelijk voorbereid. En dan met een plan, bam, je denkt er niet aan, maar dat zijn juist de mooiste plannen natuurlijk. Ja, als je met iets afkomt waar iedereen toch een klein beetje aan verrast is. Als het nu terug samenkomt, als het al terug zal samenkomen, ja, dan gaat iedereen wel wakker zijn natuurlijk. Dit gat wordt groter tussen groep 1 en 2. Met een zeer gretige Jasper Stuyven. Hier hetzelfde beeld. Opnieuw uitgewaaierd boven richting korte keer. We gaan hier afscheid nemen van Zukowski ook. Nicolas Zukowski, de Canadees. Er blijven er dus nog 4 over in de vroege vlucht. Ja, ze geven wel gas hier vooraan, zo, want 2 minuten, ze blijven ongeveer op dit. Ze hebben natuurlijk wel telkens een paar tiental seconden gekregen, gratis, na die ferme snok van Trek Segafredo. Ze blijven toch gas geven. Dit is David Dekker. We zagen daarnet ook Jente Biermans de volgwagen wenken. Helemaal achteraan. En Bert van Werbergen gaat tempo maken naar Berg ten Houten met Alaphilippe in het wiel. En dan Stuyven, Narváez, Eenkhoorn. Turner iets verder. Laporte die vlotjes doorschuift. Ja, die makkelijk meetoert. Philipsen er ongeveer in de 20e positie. En Renaerts. Ja, het peloton valt ook berg ten houten aan. Biermans hangt nog altijd achter dat peloton in het zog van jurywagen 1 of de communicatiewagen van het radioteam. Hij wacht op die volgwagen, maar die kan natuurlijk niet in de buurt komen. Hier tussen de nadaars nu, hier kan amper 1 auto voorbij rijden. Groep 3 is overigens niet teruggekeerd, terwijl een groot deel van dat peloton hier nu op de berg ten houten gewoon stilstaat. Merlier is gevallen. Merlier ligt daar tegen de grond. Hier gaat het natuurlijk snel met Kuhn. En dan ga je wel een probleem krijgen. Kijk, daar zit Tim Merlier in het midden van de weg. Ja, dat zou kunnen... absoluut. De Bond. En heel wat renners die daar zo zijn opgehouden. Merlier die relatief goed vooraan zat. Denk ik dus. Mm-hmm. Straks eens kijken vanuit de helikopter of we een beeld zien met zoveel ze hier ongeveer nog zijn. Wij keken ook naar het schakelprobleem van Julien Alaphilippe toen Renaat bezig was. Maar dat is heel snel opgelost. Relatief goed hersteld, ja.
En de Lee die goed meegaat, maar ja, dat reuze verzetje. Ja, ja, een tandje lichter zal misschien... Misschien moet men iemand dat toch eens zeggen. Het is natuurlijk een stijl van een bepaald renner. Maar ik zal misschien toch proberen om een tandje lichter te rijden. Als je ziet hoe Wout van Aert met die kleine versnelling gebruik maakt de voorbije twee wedstrijden die hij gereden heeft, dan moet dit voor de Lee toch denk ik wel een oefening zijn. Hier die versnelling van Alaphilippe met het gepaardgaande schakelprobleempje. Kijk, hier moet even zelf corrigeren. En dan terug vertrekken, dan moet je goede benen hebben. Dat is goed. En nog mee zijn, Laporte die doortrekt. Laporte met Kung, met Alaphilippe, met de Lee. Ja, ik ben Laporte. Ik denk, Karel, gemotiveerd om te winnen zonder verhaal. Mm-hmm. Kan ik mij voorstellen. Ja, omdat ze dan niet zouden moeten zeggen, heeft het gekregen. Ja. Mm-hmm. Dat lijkt mij nog wel een tonen, extra... Ik was ook wel... Ja, een beetje op gramschap zo van, ja, zo, jullie bekijken dat zo, wacht. Merlier had ook blijkbaar last van een schakelprobleem. De boel blokkeerde, waardoor hij ten val is gekomen. En Renaerts. Hij zit terug op de fiets, de Belgische kampioen. Maar ik vrees voor het vervolg van zijn wedstrijd. Want hij ziet er serieus aangeslagen uit. En je ziet ook de averij links en rechts op zijn lichaam. En het is Benoot. Benoot met een versnelling. En nu wel Quinten Hermans aan het wiel. En Laporte. En dit is de koers. Ja, toch wel hard maken en openbreken. Ja, de buist mee. De Wulf komt erachter. Philipsje mee. En Ganna denk ik ook te zien. Of is het Turner? Turner. Er moeten er een paar uit het rijtje. De Lee die op het randje van kraken staat, maar er toch weer naartoe gaat. En op die manier komt die groep, die achtervolgende groep, die bijna kwam aansluiten, niet aansluiten natuurlijk. De Lee plooit. Alaphilippe moet daar voorbij. Turner komt. De buis die weet nu dat de Lee er niet bij is. Laat zich een beetje uitzakken. En we hebben er drie. Quinten Hermans, vier. Quinten Hermans, Jasper Philipsen, Thijs Benoot en Christophe Laporte. Vier sterke coureurs, Renaat. En intussen langs de kant van de weg op de Canarieberg met pech. Gerben Thijssen en Akkerman gelost in groep 4. Gaan die nu doorrijden? Ja, waarom niet? Ja, tuurlijk. Wie heeft er geen belang bij om niet door te rijden? Doorrijden, nou, inderdaad. Geen belang om door te rijden? Ja. Allemaal hebben ze er belang. Dan vooraan die twee man oprapen met Christophe erbij. Mm-hmm. Gas geven. En Laporte kan ook spurten, hoor. Na een lastige koers. Absoluut. Spurte naar de tweede plek op het WK, ver achter Remco Evenepoel. Maar hij stond wel mooi op dat podium. Thijs vraagt voor een overname, maar Quinten Hermans die was net achterom aan het kijken. Laporte die doorgaat. Opletten nu als je dat gat laat vallen, dat je hem niet kwijt bent. Hermans is mee, Philipsen moet er naartoe. We gaan toch nog eens een hergroepering krijgen, denk ik, José. Daarachter ligt het niet stil. Hè? Vooral die sterke Kuhn. Philips in overleg met... Benoot. Ja, maar vooral ook hier met Quinten Hermans vooraan. Hermans die mij een hele goede indruk geeft. Absoluut. Makkelijk rijdend. Kuhn met Ballerini. Het zou mooi zijn natuurlijk, mochten die terugkomen. Een iets grotere groep is voor een sprinter altijd een Endeli. Stijl te zien, ja, de Lee. We gaan dat toch moeten leren, ze. 91 en 96. Kuhn en Madouas, of wat dacht je? Ja, uiteraard. Tuurlijk. En Ballerini. Mooie groep. Madouas schuift door. Maar de rest is daar ook. De Grenadiers hebben de slag gemist, dus daar aan het werk met twee man. Maar het beweegt. Er zit schwung in. De finale wordt lang en slopend. Laporte op het wiel daar laat Benoot wegrijden. Ja, maar Madouas die erbij is gekomen, ja, en met Hermans. Pidcock. Dat mooi trio zijn. En Pidcock die er naartoe probeert te knallen. En dat ook gaat doen. Daar hebben we Tom. Pidcock die aanging op 52 kilometer van de streep in de Strade Bianchi met Tosh van der Zande op zijn bagagedrager. Ja, Trek Segafredo daarnet die debatten geopend, maar nu moeten ze iets proberen recht te zetten. En stuiven zelf. Opletten nu voor de versnelling bij Jumbo-Visma. Tosh van der Zande, in een hele goede dag,
als lanceerplatform voor Thijs Benoot. Links Pedersen, die half tussen zijn kader hangt. Kung het is gaat mee. Snel hoor nu. Kung is mee. Stuyven ook, Alaphilippe is mee, Hermans is mee, Matthews, Politz. Breekt nu al een beetje, kijkt. Hermans die komt. Dit is echt om het te doen breken. Hè. Dit is echt voor echt met een hele goede Tosh van der Zande. Die is die overneemt. Hermans rond Kung. Kung, ja, dat gaat niet meer. Nee, dat is happen. Moet passen. Dat is passen. Turner hier, dan toch de gevolgen van die val nog altijd meedragen. Is dat Van der Zande die doorzakt? Dat lijkt me logisch. Laat zeer per vorm. En ze zijn nog met z'n tweetjes. En het zijn dezelfde twee van daarnet. Ja, toch een sterke Quinten Hermans. Mm-hmm. Mooi. We moeten natuurlijk nog wel bijblijven, want we komen hier nog aan dat zwaarste stuk. Hermans die een gaatje moet laten opletten. Ties, je bent dadelijk alleen. Die motor. Die motor, hoe staat die daar nu eigenlijk? Die gaat daar tussenin schuiven. Ja. Ja, ik zei deze week inderdaad een foutje gemaakt. Ik zei Rijkswacht, maar het kan net zo goed politie zijn. Hè? Hermans kijkt achterom. Ties is moederziel alleen. Ja, dan... bergop de beste. Ja, bergop de beste. Maar daar waar rij je naartoe, zou misschien beter Hermans laten terugkomen. Ga dat doen, denk ik. Ik ga dat doen. Ze gaan... Iemand op komst van Education. Ja, ze gaan met drie belanden vooraan. De vraag is alleen, wie is dat? Bissiger zeker niet en Betjol ook niet. Paulus zou kunnen. Nelson Paulus, daar gok ik ook op. Hier de bocht om. Met mooi en belangrijk volk. Maar Thijs Benoot volgen, dat zat er voor velen, de meesten, bijna allemaal niet in. Dat is wel visitekaartje afgeven richting Ronde van Vlaanderen, hè? Nelson Paulus met Benoot en Hermans. Hier zit Mes Pedersen. Pedersen met Danny van Poppel. Ja, Pedersen heel veel gegeven op een bepaald moment. Heel gretig. Maar dan nu toch blijkbaar de tol al betaald. En dan zien we daar twee jongens van Lotto Destiny. Narvaez is op komst met Kuhn. En dan krijgen we een hele mooie groep, denk ik. Nog iemand van Kuhn. En is dat Madouazi dan? Laporte. De Buist. Daarvoor Frison. En De Lee met zijn reuze verzet vooraan in die achtervolgende groep. Benoot die de groep monstert. Die kijkt wie is hier nog allemaal. Maar ze zijn met z'n tweetjes. En Groupama is met twee. En EF Education is met twee. Ja, ze hebben de beste papieren. En dan zit Quinten Hermans daar alleen. Dan moet hij hopen op terugkomst. Eén iemand van de Grenadiers met Narvaez. Christophe. Hallo. Ze zijn daar. Ze zijn inderdaad. Hoe moet Narvaez het oplossen? Narvaez die in Ecuador een eigen jeugdploeg heeft. Team Narvaez. Die daar net een gaatje dichtreed, want ze waren er met een paar man vandoor aan het gaan. En hij was de gretige, de man die dacht bij zichzelf, hola, niet met mij. Was zondag ook 13e in Wevelgem. Vorig jaar 6e in de Strade Bianche. En 6e in de E3 Saxo Classic. De laatste keer de Erlegemstraat. Ik denk dat Lascano en Christophe denken... Daar moeten we met die anderen van afkomen, van die Heiligemstraat. En dan kunnen we nog altijd in dat wiel aanpikken. Kunnen we nog altijd een prijs rijden. Zij nu opdraaien naar de Heiligemstraat. En Renaud gaat dat ook doen. 17 seconden voor dat jagend pelotonnetje op die mannen daarvoor. Ze mogen niet naar elkaar beginnen kijken. Hè? Mm-hmm. Je kan nog alles kwijtspelen dat je hebt opgebouwd. Er staat daar nu wel 24 seconden, maar ik ga ervan uit dat Renaat de chronometer bij de hand had. Of geteld heeft. Op het ritme van zijn hart. 60 slagen in rust bij schotten. Zal zoiets zijn. Maar rustig is hij nu niet. Zolang hij maar niet zinderend begint te doen,
dan valt het al bij al nogal mee. Maar als hij daarover begint... 8 plus 2 maakt 10. Lascano en Alexander Christophe kunnen dadelijk even in de wielen kruipen, maar ze willen nog van deze strook komen, helemaal vooraan. En we hebben wel al een mooie, veilige koers gezien. Met de motoren bedoel je? Ja, met alles erop en eraan. Iets goed te maken? Spreek niet over de motoren. Heb je tegen je voeten gekregen van me? Nee, helemaal niet. Nee, echt niet. Kan komen, want Renaat roept. Ja, het blijven 17 seconden in het midden van de Herlichemstraat. Daar zitten ze, achter dat bosje. En daar komen ze nu uit. Het spel vooraan zal bepalend zijn over wat hier nog kan. Ballerini en Alaphilippe doen er alles aan om ze dichterbij te brengen. 17 seconden wordt bevestigd en er komt een aanval hier. Er komt een aanval. Ja, dan is Madouas op komst met Narvaez. Notimees. En daar komt Quinten Hermans. Hier Kuhn. Ja, en dan moet er Lascano, die moet het gaan dichtrijden. Honoré en Benoot. Wordt nog niet zo simpel. En Madouas. Met zijn drietjes. En Narvaez misschien ook nog met Quinten Hermans. Quinten zal moeten overpakken. Eén keer en ze zijn erbij. Nee, hij gaat het niet doen. Hij gaat wachten. Narvaez gaat er naartoe rijden. Ja, dat is goed gespeeld. En Lascano? Die wilt niet pleuren. En dan moet Laporte komen. Maar het valt stil. Opletten nu voor de demarrage van achteruit. Nog eens Honoré die het tempo hoog trekt. Met Madouas in het wiel en Quinten Hermans. Dan Laporte. Laporte met Kuhn, Lascano, Narvaez, Benoot, Christophe en Paulus. En waar breekt het nu eens? Want nu gaat Narvaez een gaatje laten. En Benoot wacht. Paulus van achter de rug. Links. Maar plafonneert dan ook wel een beetje. Laporte. En Kuhn. En dat wordt een probleempje. Daar gaan ze naartoe moeten. Laporte alleen. Ik denk dat hem weg is. Of er moet een hele goede Quinten Hermans komen met een tussensprint. Want ik denk dat Laporte weg is. Christophe Laporte gaat hier eens tonen waar het allemaal op staat en slaat. Laporte in zijn eentje in een gooi naar winst in dwars door Vlaanderen nadat hij een jaar geleden tweede werd. Hoe sterk kan je zijn? Hoe fantastisch zou dat zijn? Mm-hmm. Hey boys, ik ben hier. Voilà. Beetje puntjes op de i. Wat was dat daar zondag allemaal? Cadeautjes? Niks van. Oké, ik heb dat cadeautje uitgepakt, maar ik verdiende dat cadeautje wel. Amai. Ik ben goed. Amai. Ik ben heel goed. Ja, ze zijn toch redelijk in orde, die mannen van Jumbo. Of het nu met bakpoeder is of geen bakpoeder. Redelijk. Ik weet het niet, maar ze zijn in orde. Meer dan in orde. Er zal veel meer zijn dan Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen bij Jumbo-Visma. Benoot is goed, is uitstekend, zagen we onderweg. Heeft hard gewerkt. Laporte gaat het hier afmaken, amper 3 dagen na een slopende Gent-Wevelgem. Dus prima hersteld. Van Baarle, een paar wedstrijden afwezig, maar ga er maar van op aan. Ja, ja. Of ga er maar vanuit dat hij er zondag gaat staan. Dus het zal een ploeg zijn tegen Pogacar en tegen Van der Poel. Als die mannen niet beslissen om de boel volledig uit elkaar te schudden, maar dan moet je nog van deze mannen vanaf. Ik denk dat je toch al heel diep moet gaan om deze mannen kwijt te geraken. Dat gaat toch niet zo simpel zijn. Dit is nog maar zijn 6e koersdag van Christophe Laporte. Heeft Parijs-Nice niet gereden. 3e in omloop het Nieuwsblad, 6e in Kuurne, 13e in Milaan-Sanremo, 23e in de E3 Saxo Classic en winst in Gent-Wevelgem. Dat is wat voorlopig op zijn lijstje staat voor 2023. Laatste kilometer. Dat is niet slecht. Een dubbel. Wevelgem-Waregem. WW. Inderdaad. En daar zijn ze met voor de 3e plaats. Hè. En als ze nog wat gaan gas geven, komen ze nog bij deze 2 en dan gaan ze nog sprinten voor de 2e plaats. In de laatste kilometer. Lascano die er alles aan doet om weg te blijven. Oh, probleempje niet. Weer een lekke band. En weer stuiven maar. Ja, nee, de ketting die eraf ligt. Ja, hoeveel pech kan je hebben? Ketting dubbel geslaan. Laporte die ze nu al bedankt in het microfoontje. Gaat de verbindingsweg opdraaien. En wat gaat L'Équipe nu titelen? Laporte vers le ciel, Laporte vers l'honneur. Laporte vers, ik weet niet wat nog allemaal. Laporte vers mee.
Maar dit, is wel, maar dit vind ik emotioneel en psychologisch wel een hele sterke voor hem. Dit moet hem misschien nog meer deugd doen dan Gent-Wevelgem. Ja. Handjes in de lucht, het vingertje omhoog. Je merkt weinig gramschap bij hem, integendeel. Hij verdiende zondag de overwinning in Wevelgem en hij pakt ze vandaag in Waregem op een grandioze manier. Christophe Laporte wint dwars door Vlaanderen. Voilà. En dan de spurt voor de tweede plek. Kan Lascano nog uit de greep blijven van de rest? Paulus, Lascano, Pedersen komt. Maar Lascano die gaat nog een hele knappe tweede worden. Paulus is derde en Philipsen is vierde. En Pedersen is vijfde. Goh. Ja. Sprint van ver aangezet natuurlijk door het tweetal dat er vooraan reed. Knap man, heel knap. Ik vermoed dat Wout van Aert nu gewoon recht staat vanuit de zetel en applaudisseert. Voor de... ja, zeker, ja. Als hem zondag dit al deed en ook kijk hier. Ja, merci. Pas op. Met een grote dank aan deze Thies Benoot die onderweg er toch voor gezorgd heeft. Thies Benoot liet op de helling in de beste indruk van veruit, de peloton. Ja. Ja, wat doe je met die gele bijen? Ja, ze steken en ze blijven steken. Hè. Ik heb me altijd laten vertellen dat een bij maar één keer kan steken, maar dit is nu toch wel veel achter elkaar, vind ik. Dat is waar. Nog vier keer slapen en dan komt de Ronde van Vlaanderen eraan. Lascano die is blij en tegelijkertijd ook een beetje ontgoocheld, want hij had kunnen winnen, denkt hij. Maar kijk naar die lach, die verraadt alles. 23 jaar uit het Baskenland naar hier gekomen. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.